Sinterklaas is in het land. Ik laat een oud recept zien voor speculaasrokken. Dit recept komt uit een oud banketbakkersboek uit 1940. Je hebt nodig voor 6 speculaasrokken 375 gram Zeeuwse bloem, 300 gram lichtbruine bastetsuiker, 150 gram boter, 25 gram sucade, 25 gram geconfijte sinaasappelschillen of oranjesnippers. En hoe je deze zelf maakt, dat vind je in de beschrijving. 40 gram roomboterkoekjes en 40 gram blanke amandelen. 60 gram melk. 17 gram speculaaskruiden. En hoe je deze mix zelf maakt, dat vind je ook in de beschrijving. 2,5 gram baksoda. 2,5 gram zout. Speculaasrokken vond je rond oktober, net voor Sinterklaastijd, in de etalage van de banketbakker. Voor het patroon op de speculaas werden de rokken van vrouwelijke speculaaspoppen gebruikt. Tegenwoordig noemen we dit gewoon speculaasbrokken en hebben ze meestal geen print. Je mengt de boter, de suiker en het zout even met een mixer of met een spatel totdat het goed gemengd is. Vroeger gebruikten ze een amandelwrijfmachine of een vleesmolen om de sucade en de schillen fijn te malen, maar ik gebruik nu de keukenmachine. Je doet de sucade, de schillen, de amandelen en de koekjes in de keukenmachine en je maalt tot het fijn is. Dan doe je ook de melk erbij en je mengt het even kort. Dit mengsel doe je bij het boter- en het suikermengsel. Dan ga je in delen het bloem erbij kneden. Ook doe je het baksoda erbij. Halverwege het kneden doe je de kruiden erbij. En dan is het kneden maar. Probeer niet langer als nodig te kneden. Verpak het deeg in folie en laat het minimaal 24 uur rusten. Ik heb gisteren al een deeg gemaakt en die ga ik nu verder gebruiken. Je ziet dat deze door het rijpen van de kruiden al donkerder is geworden. Het deeg is vrij droog en het kan daarom geen kwaad om wat water bij de hand te hebben, om je handen nat te maken of wat druppels aan het deeg toe te voegen om het soepeler te maken. Rol het deeg uit tot de gewenste dikte van de plak en bebloem, als je deze hebt, een plank. Druk het deeg in de plank en haal het voorzichtig eruit. Snij eventuele oneffenheden eraf en leg de rok op de bakplaat. Druk er eventueel wat amandelen in. Ik maak er 3, 1 zonder print van de koekplank, 2 met, waarvan 1 netjes is afgesneden. Dan kun je zelf zien wat jij zelf het leukste vindt. Je kunt het eventueel nog afstrijken met een opgeklopt ei, zodat er een glans ontstaat, maar dit stond niet in het recept, dus dat ga ik ook niet doen. Ik heb het afgebakken op 160 graden voor 45 tot 55 minuten. Vond je dit een leuke video? Doe dan alsjeblieft een duim omhoog en vergeet niet te abonneren. En natuurlijk een hele fijne Sinterklaas gewenst. Tot een volgende video!